Hartelijk welkom mensen weer bij de profetenschool van zijn boodschap. We gaan weer verder. We hebben al heel veel geleerd. Vooral in die eerste generatieperiode en die tweede generatieperiode. Want Antiochisch Epiphanes, waar zo veel verwarring over is. En ook natuurlijk in de periode van Belshazzar, laat ik het dan zo even noemen. Die heilige vaten vanuit Gods tempel gebruikte met alles wat er is gebeurd. Maar we gaan nu verder met deel 43. We willen meer weten. En de verdrukking van de Joden in Jeruzalem in 70 na Christus. De derde vloek van Leviticus 26. De derde periode. Ook natuurlijk de derde generatie. Maar we willen eerst, zoals u weet, de Heere vragen om verlichting van zijn Heilige Geest. Want juist deze periode is wel een hele belangrijke periode, omdat dat ook weer in die zeven hervormingsperiodes valt. En wel te verstaan, de vijfde hervormingsperiode. Laten we daarom eerst met z'n allen de Heere zoeken in gebed. Wilt u samen met mij bidden? Lieve, goede, getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, we komen weer voor uw heilige aangezicht om u te danken. Te danken, lieve Vader in de hemel, dat u het bent die het wil en het werken in ons kan en wil doen. We bidden in het bijzonder ook voor de mensen thuis, dat ze mogen beseffen in wat voor periode we leven. En dat wij met z'n allen, als uw oprechte kinderen, want dat willen we graag zijn, bijbelonderzoekers, zuiver vanuit het woord vandaan, straks die geweldige mooie luide roep kunnen en mogen gaan brengen. Door uw wil en welbehagen. Door u ondersteund. Want uit onszelf kunnen we dat niet. Open het verstand van ons. Open het hart van ons. Wilt u ook bij mij zijn, want uit mezelf kan ik ook niets. Dat we met z'n allen mogen beseffen dat u het bent die ons wil gebruiken als werktuigen in uw hand. Met in het bijzonder ook de elduur werkers die allemaal uit die Babylonische kerken vandaan komen, Shatukemene kerken, die zullen ons volop gaan helpen. Dank u wel dat u ons dat ook hebt beloofd, lieve Heer Jezus. Zo leggen wij alles voor u neer, niet omdat wij dat hebben verdiend, maar uit genade en om Jezus Christus, onze geliefde, is in naams wil. Amen. Ja, dat Leviticus 26, daar is een hoop om begaan. Ook logisch, want dat was hetgeen wat ook een Miller heeft doorgekregen van God. Hij had veel liever Leviticus 25 gebruikt in verband met die jubeljaren. Maar we zien heel duidelijk dat juist in Leviticus 26, en daar willen we vooral even vers 23 van lezen, vers 23... Als het ware begint dat in vers 23, na die tweede vloek van vers 21, begint er iets. En ik wilde u daar nogmaals nadrukkelijk op wijzen. Dat heb ik vorige keer ook al gedaan. Leviticus 26 vers 23. Indien gij nog door deze dingen mij niet hervormd, reformed staat in de King James, zult zijn, hervormd zult zijn, maar met mij in tegenheid wandelen, zo zal ik, dus we zien dat daar, zegt God, zo zal ik ook met u in tegenheid wandelen. En ik zal u zevenvoudig over uw zonden slaan. Dus in principe zitten we daar in een periode, dat die hervormingsperiode daar staat, met in het bijzonder natuurlijk, door onze geliefde Heer Jezus Christus. En als dat dan nog niet helpt, dat zegt God in wezen, in die vijfde hervormingsperiode, dan zo zal ik ook met u in tegenheid wandelen en ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden slaan. En zevenvoudig, dat weet u ook, dat staat zeven tijden. Nogmaals, weer bevestigt de Heer tot viermaal toe dat die 25-20 die hij, Jezus Christus, onze God, aan Miller heeft gegeven, dat bevestigd wordt daarin. Dus we zitten nu, en dat wil ik u heel nadrukkelijk vertellen, in de vijfde hervormingsperiode. Bij de periode, de overgang van de
tweede generatie naar de derde generatie toe. Dus weet waar we hier nu over spreken met z'n allen. Dus de derde generatie valt samen met de vijfde hervormingsperiode. Dat is hetgeen wat ik u hier heel nadrukkelijk wil vertellen. Dus de derde vloek, de derde generatie van Leviticus 26, valt samen met de hervormingsperiode, de vijfde hervormingsperiode. Waar wij het altijd over hebben. Christusperiode, Johannes de Doperperiode, ongeacht hoe u het wilt noemen. Laten we maar starten met z'n allen. Wat was de kern van de verwoesting van Jeruzalem? Maar daar gaan we natuurlijk naartoe. Want dat was in die derde generatie, in die derde vloektijd, wat we nu net hebben gelezen. De kinderen werden niet veroordeeld voor de zonden van hun ouders. Dat moet u goed onthouden. Ezekiel 18. Maar wanneer de kinderen met de kennis van al het licht dat aan hun ouders werd geschonken, ook het licht dat zij zelf nog hadden gekregen, zouden verwerpen, werden ze medeschuldig aan de overtredingen van de ouders en maakten ze de maat van hun ongerechtigheid vol. De grote strijd tussen Christus en Satan. Hier ligt zo'n enorm groot bewijs in, wat zuster Weitjes ook zelf schrijft. Wij hebben dat met z'n allen geleerd, dat ik in mijn geval, laat ik dan bij mij maar blijven, niet verantwoordelijk ben voor mijn vaders fouten en gebreken. Zonde. Ik ben volwassen. En zo gaat het ook bij uw kinderen. Als uw kinderen volwassen zijn, dan moeten zij zelfstandig keuze maken. Daar draait het om. Ik heb er ook bij gezet, denk aan de vier generaties dus. Die uitleg die we met z'n allen hebben besproken. Ook de Emmausgangers begrepen er nog niets van. Zou dat nu ook niet het geval zijn bij Gods uitverkoren volk? Gods uitverkoren volk is nog steeds de zevendedags Adventisten gemeente. Maar let wel, daar komen de elduurwerkers bij. Die gaan het werk mee afmaken en het lijkt dat Gods volk, de zevendedags Adventisten, staat te vallen, maar hij zal niet vallen. In de vorm van die 144.000, met in het bijzonder die elduurwerkers die er ook bij komen, die zijn als het ware dan ook zevendedags Adventisten geworden. Die nemen ook onroepelijk die geestenprofetie aan. Dat zal moeten. Want ze zullen moeten begrijpen wat daar is gebeurd. En ook hoe ze hunzelf moeten veranderen naar Gods beeld. Gerechtigheid door geloof. De volgende. We zien de overeenkomst van toen en nu. Daar wijs ik u natuurlijk elke keer op. Toenemend licht latend schijnen. Er is een geest van fariseïsme, schijnheiligheid, wat op de mensen gekomen is die beweren de waarheid voor deze laatste dagen te geloven. En u moet goed onthouden dat we daar telkens twee groepen hebben. We hebben drie vijanden, dat weten we. Fariseërs, Sadduceërs en die laatste groep die dat nieuwe licht heeft gekregen, maar die gaat zich ook alweer versplinteren, zoals we hebben begrepen met z'n allen. Erg genoeg. Maar het gaat vooral om diegenen die het laatste licht menen te hebben. Nou, dat zijn de Farizeeën. Want wij weten toch wel hoe het zit. Wij gaan in de oude paden en ze verwerpen het nieuwe licht. En je hebt een groep die het nieuw licht wel aanneemt, maar die in splintergroeperingen verdwijnt. Nou, allemaal fout natuurlijk. Dus weet waar we het hier over hebben. Fariseïsme, schijnheiligheid. Wat op de mensen gekomen is, die beweren de waarheid, dus die twee groepen, Fariseeërs en diegenen die het nieuwe licht nu ook hebben, voor deze laatste dagen van geloof. En vooral die laatste groep, die mist heel veel gerechtigheid door geloof, hebben we ook besproken. En wil Gods volk, zevendedags Adventisten, Gods oogappel, niet aannemen. Lopen daarbij weg en allemaal gekke dingen gaan gebeuren. Die gaan er zich tegen afzetten. Zij zijn zelfvoldaan en zelfgenoegzaam. Dat leest u heel goed. Zegt zuster Weitjes duidelijk. Zij hebben gezegd, wij hebben de waarheid. Er is geen licht meer voor Gods volk. Want dat is dus vooral die groep, die Farizeeërs. Maar wij zijn niet veilig wanneer wij een standpunt innemen, dat wij niets anders aannemen dan dat waarop wij als waarheid hebben ingestemd. Wij moeten de Bijbel nemen en deze voor onszelf grondig bestuderen.
Wij moeten in de mijn van Gods woord naar waarheid graven. Het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid. Gerechtigheid door geloof dus. En vrolijkheid voor de oprechten van hart. Psalm 97 vers 11. Daar hoort u mij ook altijd over spreken. Oprechtheid, waarheid en gerechtigheid. Waarheid en oprechtheid. En dat vindt u dus ook in Psalm 97 vers 11. Vindt u trouwens door de hele Bijbel heen en ook binnen de geestenprofetie. De boeken van E.G. White, onze profetes. Onze geest is zo eng geworden dat wij niet begrijpen dat de Heer een machtig werk voor ons te doen heeft. Toenemend licht schijnt op ons, want het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den volle dag toe. Nou, u ziet hier ook een document daaronder afgebeeld, kunt u downloaden. Dat gaat over het laatste nieuwe licht. Heel veel mensen zeggen, oh, er komt geen nieuw licht. Oh, je moet je voor oppassen voor die opmerkingen. Nieuw licht. Geen nieuwe leer. Dat is wat anders. Maar wel nieuw licht. Laten we maar eens verder lezen. In 70 na Christus werd de tempel weer ontheiligd door de Joden en de Romeinen. Omdat men nieuw en meer licht weigerde. En dat is dus ook nu weer zo. Dat men nieuw licht weigert. De leiders van de elkaar bestrijdende partijen verenigden zich nu eens om hun ongelukkige slachtoffers te plunderen en te martelen. Dan weer vielen ze elkaars troepen aan om die genadeloos af te slachten. Wat een gruwelijke manier van werken natuurlijk. Eerst de vijanden aanvallen en dan gaan ze elkaar ook weer aanvallen. Daar heb ik u heel vaak voor gewaarschuwd, hè. Farisees en Sadducees kunnen elkaar niet uitstaan. Maar op een bepaald moment, dan gingen ze naar de discipelen toe. Begonnen ze aan te vallen. Of Jezus Christus begonnen ze aan te vallen. Precies hetzelfde. Wat we dus nu lezen. En wat ook in onze tijd zich afspeelt. Zelfs de heiligheid van de tempel kon hun gruwelijke wreedheid niet in bedwang houden. De mensen die er God kwamen aan bidden, werden voor het altaar neergemaaid. En het heiligdom werd verontreinigd door de lichamen van de mensen die gedood werden. En toch verklaarden zij, die dit duivelse werk hadden ontketend, in hun blinde en godslasterlijke aanmatiging openlijk, dat ze niet vreesden dat Jeruzalem zou worden verwoest. Daar het Gods eigen stad was, om meer macht in handen te krijgen, kochten ze valse profeten om, die zelfs toen de Romeinse legioenen de tempel belegerden, moesten verkondigen dat het volk moest wachten op de verlossing van God. Worden er nu ook valse profeten binnen Gods volk binnengebracht? Nou, rekent u maar. Er zijn vele valse profeten. En voordat u het weet, gaan ze u beschuldigen als valse profeet. Dan weet u ook een beetje met wie u te maken hebt. Want u brengt nieuw licht. En dat kunnen ze niet verdragen, want wat blijkt nu juist in die eindtijdgeschiedenis, als wij heel goed die vier generaties begrijpen en opnieuw kunnen profiteren ten opzichte van drie volkeren, dat u gaat vertellen dat juist die herders, de predikanten nu, dat zij degene zijn die vals licht brengen. En dan moet u aangewezen worden die vals licht brengt, want ze willen die rol omdraaien. En u ziet dat hier ook. Staan ze kochten valse profeten om. Dat is nu volop gaan. Ze gaan heulen met de Chapucmene, Raad van Kerken. Het is verschrikkelijk wat voor tijd we zitten. Alles is 180 graden omgedraaid. Dus u bent degene die zelfstandig moet begrijpen hoe ernstig de situatie is. En dan willen we toch even naar die leer toe, want ik heb u heel vaak gezegd, er komt geen nieuwe leer, maar er komt wel nieuw licht. En dan gaan we naar bladzijde 399 van Bijbelcommentaar. Die heb ik altijd bij me. Bladzijde 399 van Bijbelcommentaar. En dat heb ik ook al veelvuldig in predicaties besproken. U mag de predicatie A8 erbij pakken. U mag ook I16 erbij pakken. Heb ik het ook nog beschreven. Maar gered van dwaling. Wij willen gered worden van dwaling. Bladzijde 399, Bijbelcommentaren en iets onder de midden.
in hoofdstuk 7, maar daar iets onder. Gered van dwaling. Jezus antwoordde hun en zeide: mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Mijn woorden zijn volledig in overeenstemming met de oud-testamentische geschriften en met de wet. En dat doen wij hier ook. Onze woorden zijn volledig in overeenstemming met de oud-testamentische geschriften en met de wet. 4 generaties. Hebben we allemaal vanuit de wet van God ook gelezen. Die van de Sinaï verkondigd is. Ik predik geen nieuw leer. Ik breng oude waarheden naar voren. Bevrijd uit het raamwerk van dwaling. Daar zijn we dus nu ook mee bezig. En in een nieuwe setting geplaatst. Zo is de situatie nu. Priesters en oversten misleiden. Dat hoort u dus. Wat ik zo pas ook heb verteld. De les die Christus aan Nicodemus had gegeven was niet te vergeefs geweest. De overtuiging had bij hem pas gevat. En in zijn hart had hij Jezus aangenomen. Sinds zijn onderhoud met de heiland had hij ernstig de oud-testamentische schriften onderzocht. En dat moet u dus ook doen. En hij had de waarheid in de juiste setting van het evangelie gezien. Nou, u mag, zoals u wilt, ook nog bladzijde 320 erbij nemen. 320 van Bijbelcommentaar, want daar staat het ook in. Laten we daar maar even naartoe gaan. Bladzijde 320 van Bijbelcommentaar. Ook iets onder de midden. Jezus wist. Heb ik daar ook behandeld, maar ik neem er met opzet nogmaals bij. Jezus wist dat hij bij de schriftgeleerden en fariseeën geen goed kon doen. Wij weten dat we bij de fariseeën, de fanatici, de sadduceeën, de liberalen geen goed konden doen. Tenzij zich ontledigden van hun eigen belang. Hij koos nieuwe vaten voor nieuwe wijn. Dat moet dus ook gebeuren. Er komen nieuwe elduurwerkers binnen. Voor de nieuwe wijn, voor het nieuwe licht. Van zijn leer. En maakte vissers en ongeletterde gelovigen tot herauten van zijn waarheid. Dus nu ook van het nieuwe licht aan de wereld. En hoewel zijn leer voor de mensen zo nieuw leek, was het toch in feite geen nieuw leer. Maar de openbaring van de veelzeggendheid van hetgeen van den beginnen af onderwezen was. Nou, mag ik dat allemaal nog verder doorlezen, staat er meer over de leer in. Wij zien heel goed, lieve broeders en zusters, elduurwerkers, dat wij dat nieuw licht moeten aannemen. Daar zijn we mee bezig. Laten we eens verder gaan. God komt straks niet tussen de strijdende partijen als we niet het nieuw licht hebben aangenomen. Ezekiel 9. Die tijd gaan we tegemoet. Tot op het laatste ogenblik bleef de menigte geloven dat de Allerhoogste tussen beiden zou komen om hun tegenstanders te vernietigen. Maar Israël had Gods bescherming van de hand gewezen en was nu weerloos. Ongelukkig Jeruzalem. Ongelukkige Zevende-dags-Adventisten. Verscheurd door interne oneenigheid. Dat is nu ook zo. De fanatici en de liberalen, de leiding en de fanatici, die staan totaal tegen elkaar op. Dat is nu volop gaande. Met straten besmeurd door het bloed van zijn kinderen die elkaar hadden vermoord. Terwijl vreemde legers zijn vestingen sloopten en zijn strijders doden. Nou, natuurlijk, wij worden nu niet gedood, maar wel monddood gemaakt. Absoluut, als u weet hoe ik als persoon monddood gemaakt word door de leiders van de kerk, het is gewoon abnormaal. Maar dat is hun verantwoordelijkheid. Het is voor mij karaktertoets. Niet kwaad worden. We hebben het gelezen en we lezen het nu, u ook, dat dit moet gebeuren. God gaat ingrijpen. En niet wij mensen. Pas op. Nu ook. Interne oneenigheid tussen de liberalen en fanatici. Ik heb het er al bij gezet. Alle voorzeggingen van Christus over de verwoesting van Jeruzalem gingen letterlijk in vervulling. De Joden ondervonden de waarheid van zijn waarschuwende woorden aan den lijve. Want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. Dus zevende dag staat vertisten. Ook nu en ook toen.
En ik heb heel vaak tegen u gezegd, pas op die mooie gezichten. Het lijkt allemaal heel mooi. Wij zitten ook in de oude paden. Nou, ik kan u alleen maar waarschuwen. De verovering van Jeruzalem uit de geschiedenisboeken. Deze wereldramp in de eindgeschiedenis zal vele malen erger zijn dan toen, 70 na Christus. De derde vloek van Leviticus. U ziet dat hier. Wat daar is gebeurd in Jeruzalem is niet te vatten. Is echt niet te vatten. Hoeveel vinden we in de geestenprofetie over vernietiging door de Romeinen van Jeruzalem? Nu willen we het eens uit de geschiedenisboeken halen, zoals de Vrije Encyclopedie Wikipedia. Lees zelf de twee eerste hoofdstukken uit het boek De Grote Strijd tussen Christus en Satan. Die kan ik natuurlijk hier gaan herhalen, maar dat doe ik met opzet even niet. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. En u moet ook onthouden, als u heel goed de vier vloeken leest, en dan ziet u vooral in Leviticus 26 dus, bij de vierde vloek, dat daar heel in bijzonder een verschrikkelijk gebeuren zich aftekent. Dat vrouwen hun eigen kinderen opeten enzovoort enzovoort. Nou zult u misschien zeggen, ja, dat was toen ook in die 70 na Christus gebeurd. Dus dat moet de derde generatie zijn. Nou, dat is dus niet zo, want het zal nog veel erger zijn in onze tijd. En dan zult u begrijpen dat we die situatie van die derde generatie, rondom die derde generatie, weer krijgen. Na de vierde generatie. En dat is specifiek voor de zevende dag, zoals u een beetje zult gaan verstaan. We gaan eerst verder. Beetje moeilijk uit te leggen misschien, maar zult u later verstaan. We komen er nog wel eens op terug. De corruptie bij de Romeinen toen en nu weer. Rome dus. De Joodse oorlog woedde in Judea en Galilea, van 66 tot 70 na Christus, Joodse rebellen, aangevoerd door de Zeloten, let nu even vooral op die Zeloten, kwamen in opstand tegen de Romeinen. Die Zeloten, dat zijn overwegend fanatici. Met de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel, 29 tot 30 augustus, 70 dus, na Christus, kwam er een einde aan de oorlog. Hoewel pas met de verovering van Masada, 73 na Christus, een einde kwam aan het laatste Joodse verzet. Dat is ook interessant, dat is precies weer 3 jaar na 70 na Christus. Vanaf ongeveer 6 na Christus werd Judea geregeerd door Romeinse procurators. Dat hebben we al eerder gelezen. Zij waren verantwoordelijk voor de rust en belastinginning. Rome stelde een bepaald belastingtarief vast dat afgedragen moest worden. Meestal werd hiervan misbruik gemaakt door de procurator, door meer te heffen dan nodig was en dat overschot in eigen zak te steken. Deze hoge belastingdruk was al een reden voor de Joden om opstandig te worden. Toen Rome de hoge priester in de Joodse tempel van Jeruzalem zelf ging benoemen, kwam er nog een twistpunt bij. U weet dit. U weet dat juist die tollenaars, die moesten belasting heffen en die staken dingen in hun eigen zak. Dus die haat van die Israëlieten, met in het bijzonder natuurlijk ook die Judeërs, was enorm. En dat was dus ook met die Zeloten zo. Die komen er dus specifiek uit. Laten we maar eens verder lezen. Oorlog van 66 tot 70. Hoe staat deze rondom Jeruzalem? Weer heiligheidskennis van Gods tempel. Dus de derde keer door Romeinse overheersers in dit geval. In 39 na Christus wenste keizer Caligula een standbeeld van zichzelf. Dat vereerd moest worden in alle tempels in het Rijk. Dus ook in Jeruzalem. Hoort u dat? Dus ook in Jeruzalem. De Joden weigerden dat, omdat ze het als een aanval op een van de kernpunten van hun godsdienst beschouwden. Net voordat de spanning uitbarstte, in een openlijke opstand stierf Caligula in 41, zodat de gemoederen enigszins bedaren.
Gedurende de volgende jaren waren er voortdurend irritaties en provocaties, wederzijds. Maar tot een regelrechte opstand leidde dit nog niet. Maar toen in 66 procurator Gesius Florus in opdracht van keizer Nero, die kennen wij ook, een groot bedrag uit de tempelkas nam, die bestond uit de tienden die ieder Jood jaarlijks afstond voor de instandhouding van de tempeldienst, brak een opstand uit in Caesarea. Nadat Grieken de plaatselijke synagoge hadden ontheiligd. U ziet wel dat heel in bijzonder die Caligula een standbeeld van zichzelf in die tempelwal hebben. Dus heiligheidsschennis. Weer Rome met heiligheidsschennis. Daar draait het mij in bijzonder om. En u ziet ook dat die Nero met die procurator Gesius Florus daar tienden uit de kas haalde. Wat speelt hier allemaal? Speelt het zich ook in deze tijd af? Let maar op, u zult alles weer meegaan maken. En ook als het om die tienden gaat. Hoe kwam het begin en het einde van Jeruzalem tot stand? De opstand sloeg over naar Jeruzalem, waar het Romeinse garnizoen werd verslagen. De bestuurder van Syria stuurde versterking naar Judea om de rust te herstellen, maar deze werd eveneens verslagen. Toen greep keizer Nero in en stuurde zijn in discrediet geraakte generaal Vespasianus naar Caesarea met 60.000 legioensoldaten. Vespasianus ging grondig te werk en tegen 68 had hij Galilea en de kuststrook onder controle. De overlevende opstandelingen verschansen zich in Jeruzalem. In een korte burgeroorlog werden alle Joden die wilden onderhandelen met de Romeinen vermoord door deze fanatici, de Seloten. Dus de Seloten, die hebben een hele belangrijke rol. Straks de fanatieken binnen de Zeelandersadventistenkerk. Ondertussen was Nero in 68 gestorven. En Vespasianus' soldaten verklaarden hun generaal tot de nieuwe keizer. Vespasianus ging naar Rome om de troon op te eisen. En liet het verder neerslaan van het verzet over aan zijn zoon Titus. Daar komt dus Titus. En die kennen wij. Die Titus heeft heel in het bijzonder natuurlijk heel Jeruzalem vernietigd. Wij zien hier heel veel terug in hetgeen wat wij gaan beleven. Dus ook dit soort strijdmethoden zult u terug gaan zien. Want Rome is nog altijd Rome. En wij vechten met Rome. Dat zei ik ook al met die tienden. Natuurlijk als je die aansluit bij de Sjaat Ekumene, bij de Raad van Kerken, moet je ook betalen enzovoort. U voelt natuurlijk al een beetje aankomen. Net zo'n soort systeem als de Europese Unie. Natuurlijk, je mag je aansluiten bij de Europese Unie, maar er wordt ook iets van je verlangd. En daarom hebben we natuurlijk die toestanden met die Brexit en alles wat hier in het United Kingdom heeft afgespeeld. En dat wordt alleen maar erger in deze wereldgeschiedenis. Dus we zien allemaal voorlopers in de wereld, maar ook binnen Gods volk. Hou er rekening mee wat ons nog te wachten staat. En u kunt er zelf natuurlijk veel meer onderzoek nog naar doen. En opnieuw kunnen profiteren. Hè? Vooral uit die Bijbel vandaan, maar we zien het ook al in de geschiedenisboeken. Verwoesting van Jeruzalem toen en straks weer. Titus begon onmiddellijk met de belegering van Jeruzalem. Nadat de Joodse verdediging ernstig verzwakt was door hongersnood. Wij gaan ook een hongersnood tegemoet. Honger, zwaard, pestilentie. Kwam de laatste bestorming door de Romeinen op 29 tot 30 augustus van het jaar 70. 70 na Christus dus. Dit wordt nog steeds door de Joden herdacht op Tisja B.A. Nou, ik zal het wel niet goed uitspreken. Er was geen houden meer aan en de hele stad werd in as gelegd. Hoewel Titus de tempel ongeschonden in handen wilde krijgen, ging deze eveneens in vlammen op.
Naar schatting 100.000 verdedigers en inwoners kwamen om het leven. Het totaal aantal slachtoffers van deze oorlog werd geschat op 600.000 tot 1,3 miljoen doden. De Romeinen slachten hele families af, waaronder iedereen die verdacht werd een afstammeling te zijn van het huis van koning David. Pardon? Van wie? Van koning David, van Juda dus. Die waren expliciet aan de beurt. En u zult begrijpen dat de Zevendaagsadventisten straks heel expliciet als eerste aan de beurt komen. We zien ook hier in de periode voor de aanslagen van Jeruzalem de hongersnood. We krijgen straks ook weer eerste honger, tweede zwaard en derde pestilentie rondom de zonneswet. De afstammelingen van David, de Judenlijn, de zevende dagsadventisten worden afgeslacht. En nu zult u ook een beetje verstaan voor mij dat die tweede holocaust waar ik het elke keer over heb, eerder begint. Voor de zonneswet al. Die strijd speelt zich rondom die zonneswet af. En dat die vuurballen voor die zonneswet moeten komen. Omdat de rondborstige getuigenis los te krijgen. Dat regelt God allemaal. Hoeft u allemaal niet te doen. Daar hoeft u niet voor uit die kerk te gaan. Als u dat doet, dan laat u Gods volk, die laatsten die nog geroepen kunnen worden, tijdens dat rondborstige getuigenis in de steek. Natuurlijk zal er een tijd voor u zijn. Het is niet meer te harden in die kerk. Waarom? Ze willen geen waarheid meer verkondigen en ook niet meer horen. Laat staan het nieuwe licht horen. Maar dan gaat God verandering in aanbrengen. Dat hoeven wij niet te doen. Ja, wij moeten doen wat God ons opgedragen heeft. Blijven de waarheid verkondigen. Dat mag duidelijk zijn. Ongeacht hoe aardig ze u vinden. Nou, ze zullen u niet meer aardig gaan vinden. Dat mag duidelijk zijn. En ook interessant is, moet u even meenemen, dat van tevoren die oprechte christenen daar al uit Jeruzalem waren gevlucht. Dus neem dat ook nog even mee. Want die wisten wat er speelde. En wij weten nu ook in onze eindtijd wat er speelt. We gaan verder. De trieste afloop van het Joodse volk in Jeruzalem. Nogmaals Wikipedia. De overlevenden werden verkocht op de slavenmarkten van het Midden-Oosten. Waarbij de prijs door de grote aanvoer enorm kelderde. De laatste verzetshaarden, waaronder het fort Masada, daar gaan we nou expliciet op in, aan de Dode Zee werd opgeruimd in 73 na Christus. Keizer Domitianus, de broer en opvolger van Titus, liet later in Rome een triomfboog oprichten ter ere van het neerslaan van de opstand. Op deze boog van Titus is thans nog te zien hoe de veroverde tempelschatten, zoals de zevenarmige kandelaar, in triomf door Rome gedragen werden. Geen verbond meer in het heilige. Dus iedereen moet in het nieuwe verbond in het heilige der heiligen komen. Moet u even meenemen, voor onze tijd is dat belangrijk. Want wat er toen is gebeurd, komt in onze tijd weer terug. Dus u moet beseffen dat die druk op die Chatukemene kerken enorm toeneemt. En er was toen geen heiligdom meer. En er is straks ook geen heilige gedeelte in het heiligdom meer. Alleen het heilige der heiligen nog. Dat wil ik daarmee zeggen. Dus al de Chatukemene mensen in Babylon moeten in het heilige der heiligen komen. Aanbidden dus. En ook in het nieuwe verbond komen. Probeert u heel goed dat te verstaan. Want wij gaan dat weer meemaken. Een belangrijke informatiebron voor de Joodse oorlog is Flavius Josephus. Die naam zult u heel vaak tegenkomen. Die onder andere een boek over de Joodse oorlog schreef. Hij heeft waarschijnlijk niet onpartijdig bericht. Want hij schreef in dienst van de Romeinen. Maar afgezien van dat, wij kunnen er wel heel veel uithalen. Het huis van David, de Judenlijn, dus de Zevendaagsadventistenlijn wordt het meest belaagd. En daarom zeg ik ook altijd, lees niet te veel boeken, maar geschiedenis is geschiedenis. Daar kunt u wel veel uithalen. En hier zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Maar we zien het ook in de Bijbel terugkomen. En, zoals ik al daarboven zei, de Zevendaagsadventistenlijn, de Judenlijn, u en ik als u Zevendaagsadventisten bent, wordt het meest belaagd. Nou, en daar hebben we die
Triomfboog van Titus. U ziet dat hier al, dat grote plaat. Triomfboog van Titus Rome. Voorwerpen uit de tempel worden als krijgsbuit meegevoerd. Uit het heilige deel van het heiligdom. Romeinen verdelgen het oude verbond. Straks wordt ook dat versterkte, verbeterde verbond, waar het geestelijke Israël in zit, vernietigd. En dan moet u naar het nieuwe verbond toe. Dat is hetgeen wat ik u heel nadrukkelijk wil vertellen, omdat die zondenswet er komt. En waar werden al die attributen naartoe gebracht? Naar de Pentium-tempel in Rome. Die is natuurlijk nu leeg, maar die was natuurlijk toen met allemaal heidense afgoden vervuld. En daar moest natuurlijk ook godsbeeld in vertoeven, in die Pantheon-tempel. Erg genoeg, dat is het heilige onder de afgoden. Nou, dan is het einde ook daar. En als Rome dat doet, dan weet je ook dat die straf komt ook. Hoe ver moet het straks komen met de Zevendaagse Adventistenkerk? Maar nog erger met de vernietiging van deze wereld. U begrijpt hoe ernstig die situatie zich zal ontpoppen. Dat moet u niet onderschatten. Dus neem vooral mee waar we hier met z'n allen over spreken. Want dit is toen gebeurd bij de derde generatie. In de derde generatie. En u ziet ook hier een maquette van het Jeruzalem. De Romeinse adelaar toen in de tempel van God. Daarom werd Gods tempel de tempel van Herodes genoemd, zo werd hij wel eens genoemd, na de valse Romeinse hoge priester genoemd. Dus u ziet hier een maquette, zal het in nastreven bijzetten, dan ziet u nog meer, een maquette van de tempel in Jeruzalem. Aan de persoon rechts kunt u zien hoe groot deze in werkelijkheid is. Hier ziet u een persoontje staan. Dus dit is de maquette. En u ziet die adelaar weer in die voorhof staan natuurlijk. En dat is hetgeen wat Rome elke keer wil. De valse afgoden in die tempel van God zetten. En dat gaat straks, heel in het bijzonder na die vierde generatie, weer gebeuren. En we hebben nog een vierde generatie, gebeurt het ook. Maar ook na die vierde generatie. Dus neem dat vooral mee, die verbanden hebben vooral te maken met de zevende hervormingsperiode. Onze geschiedenis, onze toekomst, zou ik bijna zeggen. Laten we eens verder gaan. De belegering van Massada, heel specifiek. Toen ook zwaard, honger, pestilentie. In Massada werd een heftige strijd gestreden. De Zeloten streden hier namelijk in het laatste verzet tegen de Romeinen. U ziet hier dat afgebeeld, die Massada, daar konden mensen bijna niet komen. Hieronder ziet u hem nog een beetje groter afgebeeld en daarboven een beetje ingezoomd. Het ene is een tekening, een schildering en de andere is de werkelijkheid, de linkerkant daarvan. Wat wil ik hiermee zeggen? De laatste strijd van die fanatici, van die Zeloten, moet u even iets meer van weten. Want daar leert u heel veel van. Laten we maar eens lezen. De burcht is nu nog te bezoeken via een kabelbaan, maar ook via een oud slangenpad. Bovenweer een tekening. Massada, of Massada, Hebreeuws staat het woord daar ook weer voorbij. Betekent burcht. Is een citadel op een rots bij de Dode Zee in Israël. Koning Herodes vluchtte in 40 voor Christus uit Jeruzalem naar deze plek, omdat hij in gevaar was. Het fort van Massada werd tussen 40 en 4 voor Christus door hem uitgebreid, zodat het een veilige vluchtplaats werd. Voor de geschiedenis van de plaats is Flavius Josephus de belangrijkste bron. Dus die wist daar ook heel veel van. U ziet daar bovenin een plaatje, zoals gezegd. Hoe belangrijk is om dit heel goed te verstaan, wat daar in die geschiedenis is gebeurd. En daarom is het wel interessant om Wikipedia erbij te pakken. En dus ook Flavius Josephus is een hele belangrijke bron erin. Deze man zal natuurlijk niet alles hebben gelogen wat hij heeft geschreven. Maar zoals al gezegd, wel een beetje gekleurd. Dus daar moet u natuurlijk wel rekening mee houden.
Wat hebben we nu geleerd met z'n allen? De vier generaties in profetie van Joël tegen Zuid-Israël, Leviticus 26. Die kunnen we nu met z'n allen natuurlijk goed optekenen, want Joël heeft geprofeteerd 800 voor Christus, zoals u weet. En hier hebben we natuurlijk die eerste ballingschap, met daarbij dat er maar heel weinig van die 10 stammen terugkeren. Dat hebben we allemaal besproken. Dan hebben we die rups van Joël en dan hebben we natuurlijk ook die tempel die opnieuw werd gebouwd. Tempel van Herodes noemen we dat nu, in de periode waar we over spreken natuurlijk, rondom Christus tijd. En dan hebben we Antiochus Epiphanes, dat weten we, is ontzettend belangrijk, is een mijlpaal voor de splitsing tussen de eerste en tweede generatie. Want dan krijgen we de springhaan. Verdrukking, Seleuciden, Antiochus Epiphanes, onderdrukt Juda. En u weet, Zeus kwam in die tempel. 31 na Christus, daar hebben we het nu over gehad, die periode. Kruisiging van onze geliefde Heer Jezus natuurlijk. Maar daar hebben we ook het grote moment van, gaan we hier op die onderste lijn verder, dat geestelijk Israël ontstaat. Hou er even rekening mee. Met die 70 na Christus, waar we veel uit Wikipedia hebben gelezen. Met het kantelpunt is daar, na die derde generatie toe. De derde generatie vindt plaats rondom die vijfde hervormingsperiode. En dan hebben we het gedurig. Nu zult u begrijpen dat het gedurig moet stoppen. Dat het gedurig ook het kantelpunt is, 508 na Christus, het kantelpunt weer is voor het pausdom. En u weet ook dat 508 de kindoffers stopten daar. Dus dat hier ook een kantelpunt is met die hervormingsperiode. Vijfde hervormingsperiode, Leviticus 26, vers 23. Ziet u dat? Dat is een bewijs voor die 508. Hier een kantelpunt van de Romeinen, het letterlijke Rome, naar het pauselijke Rome. En dan ziet u hier ook een kantelpunt van het letterlijke Israël naar het geestelijke Israël toe. Dus die beide kantelpunten zien we in die vijfde hervormingsperiode nogmaals. Van letterlijk Israël naar geestelijk Israël. En u ziet ook door de hervormingsperiode van Leviticus 26 vers 23. En u ziet hier ook dat het gedurig een letterlijk Rome, letterlijk kantelpunt is. 508 gedurig naar het geestelijk Rome. Dus we hebben hier absoluut twee kantelpunten. En dan hebben we ook het kantelpunt van de derde generatie naar de vierde generatie. Dus hoe mooi geeft God het hier voor u en mij aan. En dan hebben we ook de eerste holocaust voor het letterlijke Israël. Nog niet voor het geestelijke Israël. Die is pas gestart in 1844. In 1940, 1945 hebben we de holocaust voor het letterlijke Israël eerst. Een teken voor ons. En wat zien we dan als we dit allemaal nog een keer gaan optekenen? Dan zien we hier de beker, de vervalsingen, de heiligheidsschennis van Belshazzar op dat moment. En dan zien we hier Zeus werd geplaatst in de tempel. Hier werd Gods tempel ook ontheiligd door de bekers te nemen en daaruit te drinken. En hier werd Zeus geplaatst in de tempel bij de periode van Antiochus Epiphanes. En hier wou natuurlijk ook al een keizer zijn standbeeld in de tempel zetten. De ontheiliging is gebeurd met de zevenarmige kandelaar, die natuurlijk in die Pantheumtempel is geplaatst. Derde generatie. En dan zien we hier weer de vierde generatie, daar gaan we nog over spreken met z'n allen, waar het pausdom de hele Bijbel vernietigd heeft door Jupiter te plaatsen in plaats van Jezus Christus te verhogen. Daar heeft hij natuurlijk ook nog Maria aanbidding bijgehaald enzovoort. En dan gaan we naar de laatste periode toe. Helemaal in de hoek zoals je ziet. Daar zit u de paus met de beker in de hand. En wat zien we dan? De valse wijn, de beker van Babylon, komt terug. Beter gezegd, die is al terug. Maar juist in die zevende hervormingsperiode gaat er ontzettend veel gebeuren. Het is natuurlijk geweldig wat wij hier met z'n allen ontdekken. Het is geweldig wat we hier verstaan met z'n allen. U ziet ook heel duidelijk dat die overgangen daar waren van het
letterlijke Israël naar het geestelijke Israël. Van het letterlijke Rome naar het geestelijke Rome. Pauselijke Rome. Als u dat gaat verstaan, dan mag u heel veel verstaan. We gaan straks verder. Nogmaals, deel 44, maar dan ook over de zeeloten en de kruistochten nu weer. En het tweede Rome is de vierde vloek. Geestelijk Rome in dit geval natuurlijk. Ik hoop u straks weer te zien bij de profetenschool van zijn boodschap. Ik wens u vanaf deze kant ook God zegen toe met de studie. Want het is nodig dat u doorgaat met studeren. En graag tot straks bij het volgende deel. En tot ziens. Hartelijk welkom mensen weer bij de profetenschool van zijn boodschap. We gaan weer verder met een heel belangrijk onderdeel. Vooral voor die mensen die in de Zevendedags Adventistenkerk nu zitten. De zeeloten, hoe zit dat precies? Deel 44, de zeeloten en de kruistochten nu weer. En het tweede Rome, dus pauselijk Rome, is de vierde vloek. Ja, het wordt wel heel erg spannend op een bepaald moment dat we nu gaan beseffen wat God met u en mij voor heeft. De Heer Jezus heeft wat met u en mij voor. En ik kan alleen maar tegen u zeggen, weet dat wij zo ontzettend veel nu in deze tijd mogen verstaan en mogen begrijpen. Dan gaan we even naar Openbaring. Openbaring 3. Philadelphia gemeente. Want er zijn nogal mensen die enorm tegen ons opstaan. Enorm. Openbaring 3. En dat vinden we echt terug in de laatste twee gemeenten van de zeven gemeenten. En die wil ik specifiek voor u aanhalen. Want we halen straks nog andere teksten aan. Simon de Zeloot, dat weet u misschien nog vanuit de Bijbel vandaan. Maar eerst Openbaring 3, vers 9. Openbaring 3, vers 9. Zie, ik geef u enige staat op tussen dan. Velen, zou ik bijna zeggen, uit de synagoge des Satans. Uit de synagoge des Satans. Dergenen die zeggen dat zij Joden zijn. Fanatici, hè, moeten we nu even denken. En zijn het niet, die doen zich zo mooi voor. Wij hebben de waarheid. Wij zitten in de oude paden. Wij weten het en je moet naar ons luisteren. En o wee als je niet doet wat wij zeggen. Dat moet u herkennen binnen de Adventgemeente nu. Natuurlijk ook in andere kerken gebeurt het ook hoor. Het zijn allemaal haantjes noemen ze dat wel eens. Maar doe vooral wat zij zeggen, anders is het niet best. Dus, die zeggen dat zij Joden zijn. Die zeggen dat zij Zevendedags Adventisten zijn. Modern Israël. En zijn het niet, maar liegen. Zie, zegt God. Ik zal maken, God zal maken. Ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten. En bekennen dat ik u lief heb. Is dat niet geweldig? En waarom? Omdat gij het woord mijn leidzaamheid bewaard hebt. Omdat gij verder bent gaan zoeken naar die waarheden. Zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking. Die over de gehele wereld komen zal. In die tijd zitten wij dus nu. Over de gehele wereld komen zal. Om te verzoeken die op de aarde wonen. Dus zie, ik kom haastelijk, houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die zeloten, die het op hun manier allemaal wil weten, gaan we nu eens mee verder. U hebt al gezien dat ze hun broeders vermoordden, volgens de geschiedenisboeken. Dus er speelt nogal wat met die zeloten. En we hadden ook een Simon de Zeloot. We gaan gewoon stap. Wie waren toen de zeloten? Een belangrijk onderwerp. In de oude literatuur komt regelmatig de gedachte naar voren dat de groepering van de zeloten gesticht is door Judas de Galileër, die na de dood van Herodes de Grote in 4 voor Christus een opstand leidde. Deze gedachte is gebaseerd
op een kritiekloze aannemer van de Joodse schrijver Josephus over de Sheloop zegt. In de laatste decennia is echter de overtuiging gegroeid dat Josephus de feiten voor zijn Grieks-Romeinse lezerspubliek wat vereenvoudigd weergeeft. Om niet te veel aandacht te geven aan de anti-Romeinse sentimenten onder Joden in de eerste eeuw. En dan moeten ze lezen. Lucas 6:50. Matthäus en Thomas en Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon genaamd Zelotes. Dus Simon werd geroepen. Handelingen 1:30. Om nogmaals te verklaren dat hij dus echt een Zeloot was. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas. Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Dus niet Judas Iscariot. Handelingen 1:30. U ziet, dat wil ik hier vooral mee bekendmaken, dat daar binnen de 12 discipelen een Zeloot was. Simon de Zeloot, een fanaticus. Maar belangrijk. Rijke lering voor ons. Zeloot, weer met dat sterretje heb ik er elke keer bij gezet, zijn een aparte fanatieke beweging in Israël, die specifiek tegen het samengang met Rome inging. Ze stonden op tegen Rome. Tegenwoordig beperkt men het spreken over een groepering of partij van de Zeloten tot de tijd van de Joodse opstand, 66 tot 70 na Christus. Dat hebben we een beetje begrepen. Alleen met betrekking tot die periode zijn er namelijk aanwijzingen dat er sprake is van een min of meer centrale organisatie. Naast deze partij van de Zeloten waren er in de eerste eeuw nog vele kleine guerrilla-achtige groepjes. Samenvattend worden deze in de literatuur wel als Zelotische bewegingen aangeduid. Maar wat organisatie betreft hadden zij niets met elkaar te maken. Wel deelden zij grotendeels dezelfde overtuigingen. En het is mogelijk dat sommigen van hen zich ook met de naam Zeloten aanduiden. Herkent u ze nu al binnen de Zevendaags Adventistenkerk in Nederland? Dit is precies wat de fanatici ook nu doen binnen de Zevendaags Adventistenkerk. Op een bepaald moment willen ze opstand creëren. En ik wil natuurlijk niet allemaal namen gaan noemen. Dat ben ik hier niet voor geroepen. Ik ben er wel voor geroepen om mensen te waarschuwen. Pas op. Sluit u niet aan bij dat soort mensen of luister naar dat soort mensen. Ja, maar die en die, die zitten onder die tafel als een slang tekeer te gaan. Opruiende taal hebben. Achterklappen. Verschrikkelijke mensen zijn dat. Die begrijpen dat echte oprechte gerechtigheid door geloof niet. En dat zijn ook vooral de mensen die toch wel heel goed bezig zijn. Hè? Zo lijkt het van de buitenkant. Die passen ook heel goed op hun lichaam. Eten en drinken natuurlijk. En ik zeg niet dat u niet op uw lichaam moet passen. Ga die woorden niet omdraaien. Maar die tonen dat toch wel heel erg, dat ze toch wel heel goed bezig zijn. Lieve broeders en zusters, die hebben wij ook binnen de Zevendaags Adventistenkerk. En zijn deze mensen er nu ook nog in het letterlijke Israël? Zeloten, fanatici. Nou, u mag het nieuws soms nalezen. Er zijn sommige mensen die gaan met messen tekeer, die steken allemaal mensen dood omdat ze het met een bepaalde groepering niet eens zijn. Gay parades bijvoorbeeld, lees het nieuws. Typ het maar in. Mensen worden voor hun leven lang worden ze in de gevangenis gezet. De fanatieke Israëlieten, nou, Joden worden die genoemd. Die zijn er nu nog, maar die zijn er nu ook binnen de Adventgemeente. En die doen het met hun woorden natuurlijk. En daar doen ze het zelfs al met messen en vullen het allemaal mee in. Die Palestijnse en Israëlische kwesties zien we overal op het nieuws.
Maar ik ben hier niet een politiek verhaal aan het vertellen. Ik ben alleen aan het vertellen van, kijk, er zijn bepaalde soorten mensen die u moet gaan doorzien. Daar draait het om. Want wat is dat? De religieuze dweepzucht is nu volop gaande binnen de Zevende-dags-Adventistenkerken. En eindigt vaak in splintergroeperingen en haat. Ook binnen de kerken. De naam celoot betekent ijveraar. Van het Griekse woord celotes. En daarom lazen we zo pas ook celotes. Celoten zagen zichzelf als ijveraars voor de heiligheid van de naam van God. Dat hield voor hen concreet in dat zij geen Heer boven zich wilden erkennen dan God alleen. Nou, dat gaat zo ver dat ze op een bepaald moment ook geen nieuwe leer willen herkennen. Nou, nieuw leer hebben we niet, dan durf ik dat nu hardop te zeggen, maar geen nieuw licht willen herkennen. Ziet u dat tussen die regels doorstaan? Dat worden de grootste vijanden van het nieuwe licht. Dat wil ik daarmee zeggen. De consequentie daarvan is dat zij het keizerlijk gezag en de Romeinse overheersing in het algemeen als godslasterlijk ervoeren. Zij weigeren dan ook belasting te betalen. Ziet u dat? Dat dispuut altijd binnen de periode dat de Heer Jezus hier op aarde leefde. De meest extreme celotische beweging was die van de Sicariërs. Nou, kunt u allemaal aanklikken zoals u ziet en dan gaat u naar Wikipedia toe en dan weet je ook wie ze waren. Die met een dolk, Sica, daarom heb ik dat ze pas verteld, aanslagen pleegden op hooggeplaatste Joden die goede contacten onderhielden met de Romeinse bezet. Daar komt het ook vandaan dat mensen met een dolk iedereen dood gaan steken. De fanatici, de celoten nu in Israël. Ziet u maar aan, is iemand net veroordeeld. We spreken over juni 2016. Misschien kunt u het nog nakijken op het nieuws. Gewoon op het NAS-nieuws. Dus Sika, met het al dus. Een celoot is iemand die fanatiek ijvert voor religieuze of ethische denkbeelden. Waarbij vaak gekonkel met politici niet geschuwd wordt. Afgeleid woord celotisme, religieuze dweepzucht. Volgens mij waarschuwt zuster Wijk ook heel vaak over dweepzucht. We weten in elk geval waar die dweepzucht vandaan komt. Bij die celoten, hebt u nu ook geleerd. Geweldig mooi. God leert ons elke dag meer en meer, maar ook is deze lering voor u en voor mij om te weten met wie u straks te maken hebt. Of beter gezegd, nu al te maken hebt. U kent het nog, in bladzijde 522 van het Groot Conflict. Dat zijn onze ergste vijanden aan het worden. Onze eigen broeders en zusters. Dat staat hier dus, dat was toen ook het geval. Ja, nou gaan we nog verder. Hoe ver gingen de celoten, weer met dat sterretje, met hun eigen broeders. En als u celoten leest, en daarom heb ik dat sterretje bijgezet, moet u fanatici uit de Zevende-dags-Adventistenkerk nu lezen. Want het is Gods volk, nu. Zevende-dags-Adventisten. En God gaat het met zijn volk afmaken. Het is zijn oogappel, maar met de 144.000, er blijven weinig in over. Na de val en verwoesting van Jeruzalem en de Joodse tempel, tijdens de grote Joodse opstand in 70 na Christus, straks gaan de Zevende-dags-Adventisten natuurlijk ook opstaan, werd er op verschillende moeilijke toegankelijke plaatsen van het land nog verzet gepleegd tegen de Romeinse bezetters. Onder meer door, daar komt hij weer, de celoten bij Masada. Hebben we vorige uren besproken. In Masada, daar kon niemand komen. Dan moest je alleen via een slangenpad kon je daar komen enzovoort. Laten we eens verder lezen. Omtrent het verzet bij Masada zijn diverse verhalen. Het is niet zeker hoe lang de plaats door het legio de tiende Fretensis belegerd werd. Josephus vermeldt dat de Romeinen, toen zij de rots tenslotte innamen in 73 na Christus, de dode lichamen van hun tegenstanders daar aantroffen.
die dus massaal zelfmoord hadden gepleegd. Nou, dat waren harde mannen. Die vermoorden elkander en zichzelf. Onvoorstelbaar. Vaak wordt er aangenomen dat het verzet bij Massade het allerlaatste verzet was dat in het land werd gepleegd. En dat de massale zelfmoord een heroïsche daad was. Kunt u zich voorstellen dat in de eindtijd, tijdens het doodsdecreet, dit soort gebeurtenissen gaan plaatsvinden? Lees voor uzelf, en dat zou ik ook echt doen, daar staat je ook al bij, grote conflict, bladzijde 522. Maar lees ook bladzijde 40, bladzijde 320, laatste event, bladzijde 118, 119, 123, plus drie getuigenissen, 239, plus daarbij het woord 144, 158 en 219. Dan leest u hoe enorm de haat is van onze broeders en zusters in die eindtijdgeschiedenis. Dat beschrijft zuster White letterlijk. Daar is een dweepzucht, daar worden we ziek van. Dat haat God, die dweepzucht. Mensen met een mes, een dolk, dood gaan steken. U bent een moordenaar. God is degene die recht spreekt. U kent dat bij Noach, bij de zondvloed. Het waren allemaal goddeloze mensen daar. En Noach mocht niet één bespottelijk maken. Zelfs niet één verdrinken, Noach, toen, voor de zondvloed. En God verdronk de hele wereld. Schrijft zuster White heel mooi op. Hij is onze rechter. Wij zijn geen rechters. Ga niet keihard tegen die kerk. Zevendedags Adventistenkerk in. Heeft geen zin. God gaat dat oplossen. Ga niet tegen uw broeders in. Zo hard, onmenselijk. God gaat dat oplossen. Als zij het licht niet willen aannemen, is hun zorg. Niet uw zorg. God gaat het voor u oplossen. U moet een andere houding aannemen. Wilt u in eeuwigheid bij Jezus Christus kunnen zijn? Dan gaat u beseffen, jongen, ik word wel heel gevaarlijk. Inderdaad, u kunt heel gevaarlijk worden. Als u niet goed de geschiedenis onderzoekt, de Bijbel onderzoekt, de Bijbel als eerste natuurlijk, met de geest de profetie. Laten we maar verder. In de eindtijd zullen we merken dat vele gebeurtenissen van rond de verovering van Jeruzalem in 70 na Christus zich zullen herhalen. Dit standpunt, zelfmoord, wordt echter betwijfeld door de geleerden die van mening zijn dat dit enkel een antwoord was op een totaal uitzichtloze situatie. En er omtrent het verzet bij Massada een mythe is ontstaan. De Massada-mythe, waarbij feiten zodanig worden gepresenteerd dat de geschiedenis een heldenverhaal werd. Gelooft u het? Ik denk dat Josephus het heel goed heeft beschreven in dit geval. Want anders hadden die Romeinen wel van die enorme strijd die daar was geweest gesproken. En natuurlijk beschreven. Met in het bijzonder door Josephus laten beschrijven. Hoe dan ook staat daar. Is de plaats wel moeilijker in te nemen dan veel andere plaatsen in het land. Dus wat dat betreft is het wel waarschijnlijk dat het in ieder geval een van de laatste plaatsen was die door de Romeinen werden veroverd. In de Talmud wordt het verzet bij Massada niet eens genoemd. En het is vooral sinds het begin van de 20e eeuw dat de plaats veel aandacht heeft gekregen. Voor onze tijd dus is het onderzocht en is het bekend geworden. Dat zeg ik wel eens vaker. Toen wouden ze natuurlijk dat heel ver verstoppen. Wat daar is gebeurd. Maar nu komen we erachter. En nu kunnen we het ook heel goed gebruiken. Ziet u wat God doet? Die verborgenheden onthult God ook speciaal voor ons. Dit is nu Wikipedia, dat wij dat nu heel goed kunnen begrijpen. Dus wij gaan naar een andere periode toe. Wij gaan naar de periode van het pausdom toe. We gaan uit de periode van het Romeinse, letterlijke Rome. Daar gaan we vanaf. We gaan naar het pauselijke Rome. Laten we eens lezen. Geschiedenis, Joodse volk, de duistere middeleeuwen en het pausdom. Daar moeten we naartoe. Dus we krijgen een omslagpunt.
zoals ik het zo pas al heb genoemd. Hè? Dus van het letterlijke Rome naar het geestelijke Rome. En hoe werden bijvoorbeeld de Joden toen ook weer belaagd door Rome? In de middeleeuwen trof men Joden aan in West-Europa. Hun situatie was bedroevend. Ze mochten geen land bezitten. Ze hadden geen toegang tot gilden. Ze werden dus vernederd tot en met. De Joden kwamen in de handel terecht. Met name in de geldhandel, omdat dat voor christenen verboden was. Ook beperkten Joden zich tot de studie van de Talmud. Joden werden zwaar vervolgd. Een stukje herhaling was dit natuurlijk. Paus Pius de 12e, paus van 1939 tot 1958, dus de periode van de Tweede Wereldoorlog. Deze paus werd door critici veroordeeld vanwege zijn zwijgen over de Holocaust. En wij weten dat dat de eerste Holocaust was. Door geloven werd hij echter als een heilige vereerd. Zijn uitspraak: wat zal de geschiedenis over mijn zwijgen zeggen? Ziet u hier ook afgebeeld. Een ruim 4 uur durende documentaire over het pausdom. Geweldig mooi. Ziet u natuurlijk al een beetje hoe Satan werkt binnen dat pausdom en wat er allemaal is gebeurd. Als u nog een video wilt zien, er is ook een video vanuit het advertisme vandaan over de Waldensen en wat het pausdom daar allemaal heeft gedaan. Dat is een hele bijzondere video. Dan ziet u ook een beetje hoe die middeleeuwen zich allemaal hebben afgespeeld. Erg genoeg. Maar dit even tussendoor. Dus we gaan van het letterlijke Rome naar het geestelijke Rome. Dus dit is het kantelpunt van het letterlijke naar het geestelijke Rome. De zevendaagse adventisten leven ook verspreid over geheel Europa, net als de Joden. Joden leven verspreid over heel Europa, vooral in het gebied van het vroegere Romeinse Rijk. Er zijn verslagen van Joodse gemeenschappen in Frankrijk en Duitsland uit de 4e eeuw. En nog vroeger waren er wezenlijke Joodse gemeenschappen in Spanje. Joden die leefden in christelijk Europa liepen vaak tegen conflicten aan met degene onder wier macht zij stonden. Aangezien zij de enige mensen waren die geld uitlenen tegen rente. Hetgeen aan katholieken door de kerk werd verboden. U ziet, die katholieken die hielden niet zo van de Joden op dat moment. Want dat geld, ja, dat moest natuurlijk bij wie terechtkomen? Bij de katholieken. En natuurlijk niet bij de Joden. Nu ziet u al een beetje hoe wrang dat was voor die katholieken, dat die Joden geld macht hadden. U vindt het hier in Wikipedia terug. En leg hem ook maar op onze tijd terug. Werden sommige Joden prominente financiers? De christelijke heersers zagen geleidelijk in dat de Joden langzamerhand de geldmarkt gingen beheersen. Christelijke heersers. Denk weer heel in het bijzonder aan de vrijmetselarij ook natuurlijk, hè? Pas op. De geldhandel van westelijk Europa viel hierdoor grotendeels in handen van de Joden. Nou, u weet ook wat er gebeurd is met die vrijmetselaars, tempeliers. Die zaten ook in die geldhandel. Met natuurlijk Joden, dus daar speelde zich enorm veel af. En als het om geld gaat, nou, dan weet u, dan worden mensen zo in en in gemeen, ik zeg het gewoon hardop en zo ontzettend vals, dan beginnen ze te liegen en dan beginnen ze te bedriegen en te stelen. Het is niet meer voor te stellen. Het spreekwoord zegt wel eens: kom je aan de mensen hun geld, dan kom je aan hun hart. Nou, dat is echt zo. Dat is echt zo. Ook binnen de kerken, niet alleen de Adventkerken, ook binnen de Chatelgemeene kerken en heel in het bijzonder ook binnen de katholieke kerk. En dan komen we ook in onze tijd terug. Eerst nog in die vierde generatie natuurlijk. De zwaarste en laatste periode van de vierde vloek was 1260 jaar. En was ook de langste. Hou daar even rekening mee. De langste periode. Daar gaan we straks nog even over spreken. Rondom al die vervalsingen. Dan hebben ze ook een langste periode van de 2300 jaar van willen maken. Oh, mensen zijn zo ontzettend slim en sluw, zeg ik wel eens. Maar
Wij kunnen met Gods genade alles ontmantelen. Dank de Heer. We spreken nu over de vierde generatie nog. Joden werden vaak vervolgd of werden verbannen uit diverse Europese landen. De vervolgingsgolf bereikte zijn eerste piek tijdens de kruistocht. Dus de vervolgingsgolf bereikte zijn eerste piek tijdens de kruistocht. Dus weer werden de Joden verdrukt door het geestelijk Rome, pauselijk Rome zeggen wij ook, tijdens die kruistocht. Dus die tempel werd ook weer geschonden in die kruistocht rondom die tijd. In de volkskruistocht 1096 werden bloeiende gemeenschappen langs de Rijn en de Donau volkomen vernietigd. Hoort u dat? Bloeiende gemeenschap, dus van Joden. In de tweede kruistocht, 1147, werden de Joden in Frankrijk in grote getalen afgeslacht. Nou, u weet ook, daar hebben we ook de Bartholomeusnachten gehad. U kunt natuurlijk nu heel veel invullen. Ook christenen, maar ook Joden werden daar afgeslacht. De Joden werden ook onderworpen aan aanvallen tijdens de kruistochten van de herders van 1251 en 1320. Veel van de verdreven Joden vluchten naar Polen. En dat daar ook Hitler tekeer gegaan is als een beest. Durven we nu wel hard op te zeggen. Juist ook in Polen. Eerste Holocaust. Let op, in onze tijd komt dit weer. Want die koning van het noorden, die krijgt weer macht. En die haat te toen Joden. Die hielden de Sabbat. En die haten straks u, omdat u ook de Sabbat gaat houden. Ja, ik heb geen andere boodschap voor u. Ik heb maar één goede boodschap voor u. Als u in Christus bent, gaat Christus u beschermen. Is dat niet geweldig? Dat is de beste boodschap die ik nu kan brengen. Maar dit moeten we wel weten. Dat na de vierde generatie, en ook tijdens die generatie, vierde dus, een enorme strijd begonnen was, waarover en over wie? Over de Joden. En nu zult u ook een beetje begrijpen dat ik zeg, juist in die vierde generatie van de zevendedagse Adventisten nog, was hier de strijd tegen de Joden toen. En in die vierde generatie van de zevendedagse Adventisten is ook voor de zondagswet die strijd. Dus die Holocaust begint al van tevoren. Hier ziet u dat bewijs in dat ik telkens zeg, die Holocaust begint. Die tweede holocaust voor de zevendedagse Adventisten begint al voor de zondagswet. Want die zondagswet moet uitgevaardigd worden om weer rust in het land te krijgen. Denk aan 321 na Christus met Constantijn. Dan hebt u alles compleet. En daarna gaat die holocaust door, want die elduurwerkers in die Chateau-Gemeenekerken gaan ook opstaan. Die zien dat nieuwe licht. En dan gaat die holocaust ook tegen hun beginnen, want dan komen die matelaren daar allemaal vrij uit die Chateau-Gemeenekerk. En die elduurwerkers, dat zijn diegenen die zich aansluiten bij die 1 keer 12.000, ongeacht hoeveelheden dat zijn, maar dat zijn wel perfect totaal 144.000. En niet één meer en ook niet één minder. Als u dit gaat zien, dan begrijpt u hoe diep dat verlossingsplan in de geschiedenis, in de Bijbel, geestelijke profetie, gelegd. We gaan verder. Geweldig mooi, de Heere openbaart het. U en op mij. Dank u wel, lieve Heer Jezus. Aan u alle lof en eer. Dat zeg ik zo vaak. Hoeveel had het pauselijk Rome met de Jodenmoord, de Holocaust, te maken? Dat heb ik natuurlijk al gezegd. Een grote verbanning van Joden vond plaats na de herovering van moslim, Spanje dus, die door de Spaanse Inquisitie 1492 werd gevolgd, waarin de volledige Spaanse Joodse bevolking van circa 200.000 Sefardische Joden werd verdreven. Dus Inquisitie, u weet dat, dat zijn de Jezuïeten die daar aan het werk zijn geweest. Dit werd gevolgd door verbanning in 1493 in Sicilië. 37.000 Joden werden daar natuurlijk vermoord. En Portugal
in 1496. De verdreven Spaanse Joden vluchten hoofdzakelijk naar het Ottomaanse Rijk. Dan moet je opletten. En Noord-Afrika. Anderen vluchten naar gebieden in Europa buiten Iberië. Onder andere Nederland. Daar hebben wij veel mee te maken. Ook was er een vlucht van Spanje naar Portugal tussen de twee inquisities. Wat zegt u dit? Dat zegt mij ontzettend veel. Want wat hebt u heel nadrukkelijk gelezen? Dat de Joden vluchten hoofdzakelijk naar het Ottomaanse Rijk. Wat was het Ottomaanse Rijk? Dat was de Tweede Wee. En de Joden, de zevendedagse Adventisten, vluchten straks met in het bijzonder naar de Derde Wee. Leest u dat eens. Die Derde Wee, die is nu gaande. Dat is IS. U weet, Islamitische Staat. U gaat straks merken dat u een overeenkomst hebt met wie? Met de kinderen van Abraham. Wat zijn de kinderen van Abraham? Abraham natuurlijk, Isaac en Jacob. Dat zijn de lijnen. Maar u weet ook dat Ismaël ook een kind van Abraham is. En dan ziet u nu Ottomaanse Rijk, Tweede Wee en Derde Wee. Met in het bijzonder zullen de moslims u en mij in die eindtijdgeschiedenis enorm helpen. En als u teruggaat naar de middeleeuwen, dat hebben we nu gelezen, dat daar de Tweede Wee was. En daar ook de christenen werden beschermd door de islamieten. Wat een prachtige verbanden legt de Heer hier voor u en voor mij neer. Vele Poolse Joden werden in de Holocaust vernietigd en vervolgd. Tot de 16e eeuw was het aantal Joden in West-Europa gering. Deze situatie verschilde aanzienlijk van Oost-Europa. Polen had de grootste Joodse bevolking in Europa. Maar de kalme situatie voor de Joden werd daar beëindigd toen de Poolse en Litouwse Joden met honderdduizenden werden afgeslacht door Kozak Chmielnicki. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, in 1648 en tijdens de Zweedse oorlog in 1655. U weet, het is nog niet 1798. 1798 is het einde van de middeleeuwen, dus we zitten nog in de middeleeuwen. Gedwongen door deze en andere vervolgingen bewogen de Joden zich naar westelijk Europa in de 17e eeuw. Het laatste verbod op het Jodendom, dat van Engeland werd herroepen in 1654. Maar de periodieke uitwijzingen van individuele steden kwamen nog voor. De Joden werden vaak beperkt in landeigendom of werden gedwongen om in ghetto's te leven. Ja, u mag nu eens voor Joden neerschrijven, zevendedags Adventisten. Dan begrijpt u al wat voor crisis wij tegemoet gaan. En zuster White zegt dat telkens. Wij kunnen alleen nog maar beschermd worden door Jezus Christus, zoals ik het pas al heb genoemd. Gods woord onderzoek. U weet dat u nu de kans hebt als u dit ziet. En oogenschouw van Jezus Christus moet smeken om dit te doorzien. En nogmaals, wij kunnen geen voorbereidingen treffen, zegt zuster White ook heel duidelijk. De enige voorbereiding die u kunt treffen is in de Here te zijn en die luide roep te willen brengen. Want dat is onze plicht. Zonder twijfel of wat dan ook maar. Het wordt straks een wereld waar wij van schrikken. En dan is ook het einde daar. Interessant is de connectie tussen de Joden en de islamieten. Waarom? Islamitische Spanje, Noord-Afrika. Tijdens de middeleeuwen werden de Joden over het algemeen beter behandeld door islamitische heersers dan door de christelijke heersers. Ondanks het tweede klas burgerschap speelden de Joden belangrijke rollen in moslimgemeenschappen en beleefden een gouden eeuw in Spanje van 900 tot 1100 na Christus. Hoewel de situatie na die periode verslechterde. Nou, dat hebben we ook een beetje gelezen. Ook zij kenden het lot van vervolging, maar al te goed in die tijd van het pausdom. En dit zullen ze misschien weer meemaken. Maar ik weet wel zeker weer meemaken, want
Als u dat nog een beetje weet, gaan we nogmaals terug naar de sheets. Dat juist de islamieten streden tegen het pausdom. Het westelijke en het oostelijke gedeelte van het pausdom is gevallen. Is gevallen waardoor? Door de moslims. Dus die moslims die begrijpen heel goed wat pausdom is. En soms zie ik wel eens op nieuws, het enige wat ik zie, ik heb geen tv, maar nieuws vind ik belangrijk. Dan komt er een of andere uitspraak van iemand, van een moslim, en die zegt, een islamiet dus, die laat in één keer wat horen over het pausdom. Die zegt, ja, wat heb ik met die paus te maken? Ja, die begrijpen heel goed wie het Vaticaan een katholieke kerk is. Het is heel interessant, die dingen. Natuurlijk ook wel eens andere reacties, daar moet ik erbij vermelden. Laten we zo'n andere reactie ook eens pakken. Er zijn nu juist berichten van moslimhaat tegen de Joden. Nou, hier ziet u zo'n persoonlijkheid. Recentelijk zei een Pakistaanse religieuze leider, Pir Sada Mohammed Raza Saqib Mustafai, wanneer de Joden zijn uitgeroeid, zal de zon van vrede beginnen te schijnen over de wereld. Nou, volgens mij had hij het nog niet helemaal goed door dat zijn voorvaders alles tegen het pausdom deden om die maar van deze wereld aardbol af te krijgen. Maar let wel, het pausdom is pas ontstaan na 538 natuurlijk, mag je erbij pakken. Maar afgezien van dat, even verder. Moslims verdedigen de Jodenhaat door te beweren dat de Joden Mohammed hebben verraden. En daarom dit verdienen. Toen ik zelf moslim was, geloofde ik dat eenzijdige islamitische verhaal tegen de Joden. Dat dit alle doden, terreur, leugens en propaganda van de islamitische leiders rechtvaardigde. De gemiddelde moslim ervaart het routinematig vervloeken van de Joden in moskeeën als normaal en zelfs als heilig. Lees voor uzelf waarom moslims Joden moeten haten. Dan ziet u een website. Maar er zijn velen die daar toch totaal anders over denken. Daarom heb ik dit er ook bij gehaald, want er zijn ook moslims die Joden haten. Maar die hebben de geschiedenis nog niet helemaal goed begrepen. Als je dat zo roept, en als je een beetje teruggaat naar de geschiedenis, dan begrijpt een mens veel meer. Wat was er zo bijzonder aan de kruistochten ten opzichte van de Joden? De kruistochten, dus nog steeds middeleeuwen. Veel Joden werden gedood door kruisvaders die onderweg waren naar Palestina. De meeste trokken uit de Rijnstreken naar Polen. Hier ontstond het Jiddisch. In 1216 bepaalde Paus Innocentius III dat Joden aan vernederende maatregelen onderworpen dienden te worden. Ze moesten een zogenaamde gele vlek dragen op hun bovenkleding. Een eerste merkteken is dat. Mannen kregen een speciale Jodenhoed. Een tweede merkteken. Joden moesten bovendien in speciale wijken wonen. Een derde merkteken. Ghetto's hebben we ook al gelezen. Welke rustdag hielden de Joden? Welke rustdag houden de zevendedaagse Adventisten? Misschien begrijpen we steeds beter dat alles weer draait om Gods laatste volk. En met name het zegel van God, de Sabbat natuurlijk. Afschuwelijke verhalen van Jodenhaat en de vervolgingen. Wat mensen, hun medemensen, kunnen aandoen. Maar dit is wat God al in Leviticus 26 heeft geprofeteerd. Laten profeteren. Het wordt wel heel erg beangstigend misschien voor u. Waar we het hier met z'n allen over hebben. Maar dit gaat toch echt gebeuren. Echt, wat er in de middeleeuwen is gebeurd, in de vierde generatie, gebeurt ook in de vierde generatie, bij de zevendedaagse Adventisten. Dat mag duidelijk zijn. Want ook die zevendedaagse Adventisten hebben zo'n zegel van God, de Sabbat. Want wat was het zegel van God? Laten we nog één keer naar Ezekiel toe gaan. Dat we goed begrijpen dat wij wel dat zegel van God moeten blijven dragen. En daarom zal er ook een massamoord losbreken over diegenen die de zevende dag van de week houden. De
samen. Laten we maar lezen. Ezekiel 20. Vers 11. Daar gaf ik hun mijn inzettingen en maakte hun mijn rechten bekend. Dewelke zo ze een mens doet, zal hij door dezelfde leven. Nou komt hij. Vers 12 van Ezekiel 20. Daartoe ook gaf ik hun mijn sabbatten, om een teken te zijn tussen mij en tussen hen. Opdat zij zouden weten dat ik de Heere ben die hen heilige. En nogmaals, in vers 19 en 20 natuurlijk van Ezekiel 20. Ik ben de Heer uw God, wandel in mijn inzettingen en onderhoudt mijn rechten en doet eenzelfde. En heiligt mijn sabbatten en zij zullen tot een teken zijn tussen mij en tussen uw lieden. Opdat gij weet dat ik de Heer uw God ben. Onvoorstelbaar. Wat komt er over de zevende dag Sabbatisten? Dit is gebeurd in de periode, vierde generatieperiode. Laten we even naar de vierde periode toe gaan. Vierde generatieperiode. En waar vonden we die? In Leviticus 26. Hoe belangrijk is Leviticus 26? En wat denkt u wat er in de eindtijd gebeurt? Laten we eens lezen. Beide, bedenk het goed. Vierde generatie, vers 28 is de vierde vloek. Dus bij de zevende dag Sabbatisten en bij de Joden toen. Zo zal ik, in Leviticus 26, vers 28, zo zal ik ook met u in heet grimmige tegenheid wandelen. En ik zal u ook zeven tijden over uw zonden tuchtigen. Want gij zult het vlees uw zonen eten en het vlees uw dochteren zult gij eten. En ik zal uw hoogten verderven en uw zonnebeelden, juist onze tijd is weer, zonnebeelden, uitroeien. En ik zal uw dode lichamen op de dode lichamen uw drekgoden werpen. Mijn ziel zal aan u walgen. Joden, vierde generatie, zevende dag Sabbatisten, vierde generatie. Want gij zult het vlees uw zonen eten en het vlees uw dochteren zult gij eten. Men dacht dat dat alleen maar voor die periode, die vijfde hervormingsperiode was. Maar dat gaat ook in onze tijd gebeuren. En dat zien we hier, de verovering van Jeruzalem, tempel, tijdens de kruistocht. U ziet hier dat het Jeruzalem totaal veroverd is. Door wie? Door het pausdom. Laten we maar kijken. De kruistochten begonnen als een poging van de christenen, toen christenen, geestelijk Israël natuurlijk, het pausdom, om Jeruzalem, de heiligste plaats in het christendom, op de moslims te heroveren. De kruistochten waren dan ook een laat antwoord op de verovering van het nabije oosten. Ze hadden een aantal specifieke kenmerken. Zo begonnen ze meestal met een oproep door de paus. Dus de paus is de leider hier weer in. Hoort u dat goed? Hier de leider, toen de leider en hier de leider. Weer werd Gods tempel aangevallen door Rome in de middeleeuwen. In de vorm van Petrus is Jupiter aanbidding. En die Jupiter aanbidding hebben we nu nog. En wat wordt die Jupiter aanbidding straks? Ziet u maar op Wikipedia, op Google, boven Jupiter, zonaanbidding heeft hij boven zich. Ook Maria, zonaanbidding, dat ziet u allemaal, die zonaanbidding boven hun hoofden. Welke afgoden hebben Gods plaats willen innemen? Wie wordt gewogen? We hebben hier Babylon gehad, Belshazzar, Zeus hebben we gehad. Antiochus Epiphanes. We hebben de adelaar gehad. En u weet dat keizers hun hoofden in de heilige tempel wou zetten. En Titus heeft de zevenvoudige kandelaar meegenomen. Jupiter, kruistochten. U ziet hier, als u het heel goed ziet, die zonaanbidding boven Jupiter. Kruistochten hebben we net besproken. Rome en de Satanu. Wat wil Rome? De wet van God vernietigen.
En na die zonneswet gaat alles gebeuren. En weer ziet u hier die drinkbeker van het pausdom. Die valse drinkbeker met die valse wijn, met die valse leer. Wij hebben de geboden. Gods wet moet vernietigd worden. En wij hebben onze geliefde Heer Jezus. En leeft u een geheiligd leven? Eerste generatie, tweede generatie, derde generatie, vierde generatie. Over het letterlijk Israël, na de vierde generatie, nu en straks. En na de vierde generatie kwam ook de Holocaust, zoals u weet. En u wordt weer gewoon 25-20, heb ik erbij gezet. Twee keer 25-20. Hierbij worden de Zevende-dags-Adventisten en de Shatukamene kerken gewogen. En dat hier in deze periode, dat daar het letterlijke Israël is gewogen. Hoeveel leren wij hiervan? En dan zult u ook dit gaan verstaan, dat juist in die eindtijd u moet kiezen tussen de lijn van Rome of u kiest voor de berg des heiligen sieraads, de 144.000. De Sabbat, de enige juiste Sabbat. Lieve broeders en zusters, we zijn aan het eind gekomen van een heel, heel belangrijk gedeelte. U moet beseffen dat als wij dit gaan verstaan, deze dieptes van God gaan verstaan, dat u degene bent die keuze moet maken. Die of het merkteken van het beest krijgt of het zegel van God. U moet die overgangsperiode zien. Van het letterlijk Israël naar het geestelijk Israël. Ook van het letterlijke Rome naar het geestelijke Rome. Pausdom wel te verstaan. En daar kunt u keuze op maken. Laten we samen de Heer zoeken in gebed. Opdat we steeds meer en meer van die geweldige waarheid mogen begrijpen. Wilt u samen met mij de Heer zoeken in gebed. Lieve Vader in hemel, lieve Heer Jezus, wilt u met uw oprechte kinderen thuis zijn, dat ze dit mogen begrijpen, mogen verstaan, die dieptes van u mogen inzien. We hebben u zo hard nodig, een ieder van ons, om door die tijd heen te komen, want het wordt een enorme crisis. De koning van het noorden gaat zijn werk weer doen. Net zoals in de kruistochten toen, naar de Joden, dan worden het de kruistochten nu voor de Zevende-dags-Adventisten. Vader in hemel, kom over ons en help ons. We krijgen een tweede Holocaust. We begrijpen het nu heel, heel goed. Wilt u ons verstand openen en onze gedachten bewerken dat we de juiste keuze voor u kunnen en mogen maken. Wilt u met de mensen thuis zijn, met mij zijn, en dat we gezamenlijk die luidroep ook kunnen en mogen gaan brengen. Dat lof en eer van. Dan bidden we van u om Christus Jezus, onze geliefde is in naam. Amen. Lieve broeders en zusters, maar ik mag u wel vertellen dat er een geweldige tijd aanbreekt als u, en u weet dat, in actieve dienst wordt gesteld. Ik heb deze quote voor u heel vaak voorgelezen, dat we in actieve dienst worden gesteld. En ik hoop dat u, voor u, maar ook voor mezelf, dat wij met z'n allen in actieve dienst worden gesteld. Met in het bijzonder om de 11-uurwerkers te roepen. En die worden ook straks in actieve dienst gesteld. Ik mag u vanaf deze kant Gods onmisbare zegen toe wensen. Gods onmisbare liefde. En graag tot de volgende keer. En tot ziens. Bij deel 45, de vervalste aanbiddingsvorm van Rome. B. Stad geestelijk Israël. Graag tot ziens en tot de volgende keer.